Goedemorgen, zonneschijn. Rise and shine. Goedemorgen. Hoi. Blommie en ik gaan ergens naartoe. We gaan naar Spaanland. Yay. Ja, dan gaan we Paatje ophalen. Dan gaan we Ivy ophalen. En met Ivy gaan we naar Hazenswoude-dorp. Dan gaan we in Hazenswoude-dorp doen. Daar krijg ik les van Astrid. En Astrid had tijd voor Blondie en ik en Ivy en ik. Ivy is, zegt Mara, best lastig met trailer laden. Dus daardoor hebben we een uur genomen om te kunnen trailer laden. En deze madame. Ja, madame. Die gaat mee. Even drinken krijgen. Ja hoor, in één keer. Zo, hè? Huh? Ik heb een soort zeven kont. Het is een soort raar, want ik heb nu meer het gevoel dat ik op iets zit in plaats van op niets. Oh, wat mooi. Ja, want die rug is wel veranderd, hè? Met Blondie is het meer een soort nieuw en met Ivy is het meer nieuw. Ja, zeker, precies. Dus ik heb nu een soort gevoel dat ik... Dat je weer echt lekker op een paard zit. Hey, maar haar rug is wel verbeterd ook, hè? Ja. Ja, ze is wel losser geworden. Hoi hoor. Nou ja, we hebben gisteren ook getraind. We hebben heel erg met overgangen, slangenvoltetjes losmaken. Wijken gingen supergoed. Oh, wat leuk, want joh. Ik had wat van jou en Bas, had ik een soort samen gekwakt, zo ja. Aan. En dat was dan van Bas dat ik een volte moest maken en dan zo ook moest uitwijken. Ja, dus ook een hele goeie. Dat ze stelling, heel erg stelling had. Nou ja, dat ziet er natuurlijk niet echt als wijken uit. Nee. Maar het gaat dan om het principe dat ze opzij gaat. Dat ze dat snapt. Ja, en, dat de bedoeling is. Toen heb ik van jou dat ik links wat meer ruimte moest geven en rechts soort eraan moest houden, maar toch ook ruimte moest geven. En mijn binnenbeen eraan en buitenbeen, dat ze niet soort weggaat. En toen ging ze wijken en toen dacht ik ja! Ja, wat goed! Ah, het is super fijn. En ook een klein stukje schouder binnenwaarts, want daar hebben we ook aan gewerkt bij Bas. En dat scharen durfde ik eigenlijk niet te doen, omdat best wel heel erg veel mensen naar me keken. En dan vond ik dat best eng en dat ik dan rare dingen erover kreeg of zo. Maar ik heb het... Ja, bang voor de reactie van een ander, dat hij denkt dat ik mijn paard omtrek. Niet dat dat zo is, maar dat ik er toch een soort bang voor ben. Ik heb er wel vaak aan gedacht en wel dat ik binnenstelling had en dat ik dan de buitenhand iets meer naar achter deed, maar niet echt dat scharen. Nee, snap echt, ik, want dat snappen soort, mensen dan weer niet. Ja. Dat vond ik ook een soort eng, of dat ik er pezen verdraaide. Met jou weet ik dat dat niet gebeurt. Nee, precies. Maar dat zelf doen, misschien maak ik verkeerde bewegingen. Ja, dan van, precies. Ja, snap ik. Dani is nu ook voor een weekje weg, 10 dagen. Ja. Dus ik moet ook heel erg veel zelf trainen. En Daan zei, nou, weet je, vooral met overgangetjes, wat meer ontspannen. Dat ze weer lekker in de lijf komt. En dan... Helemaal goed. Leuk. Nou, gaan we lekker rijden. Ik kijk lekker met je mee. En ik ben heel benieuwd hoe waar jullie nu staan. Erg is dan dat hij actief is. Dreig je het risico dat je op een gegeven moment je aanleuning gaat verliezen. Hè, dat het paard wat strakker wordt in de hand, dat het allemaal niet meer zo fijn voelt. Hè, dus dan rij je op gezette tijden heel eventjes terug. Hè. Net als nu ook, mag je even tempo er wat uithalen. Maar dat betekent niet dat hij zijn achterbenen niet meer hoeft op te tillen. Kijk, en hier mag je dan zeggen, ja, maar ik wil wel doorlopen. Zo, ja. En waarom blokkeert hij daar nu een beetje op? Kun je me dat vertellen? Omdat ik hem niet genoeg loslaat. Omdat je? Omdat ik naar achter in plaats van naar voor werk. Nou, ja en nee. Wat er gebeurt, de linkerschouder is nu de binnenschouder geworden. Dat is de schouder waar ze toch graag een beetje op hangt. En dat betekent dat ze net niet nagevelijk is in linkerstelling. En dan kan dat achterbeen ook net niet meer helemaal lekker ondertreden. En dan lopen ze wat gauw van het achterbeen af en dan wordt het een beetje loperig het beeld. En ik zeg, het ziet er nog steeds prima uit hoor. Ze wil helemaal niet dat je iets verkeerd doet. Of, maar dan dreig je in een situatie te komen waarbij het paard op een gegeven moment steeds sterker in de hand wordt. En die denkt, shit, dan raak ik een beetje kwijt, snap je? Dus nu mag je vragen of die na wil geven op linkerstelling door je linkerhand weer op te tillen naar voren te brengen. Zodanig dat je via je teugel druk aanbrengt tussen de eerste nekwervel en de kaak. En dat is die mooie gleuf zo achter die mooie ronde kaak van die paarden. Dat ja,
Zo, ja. En dan mag je wel ervoor zorgen dat je Jan positie zodanig manoeuvreert dat hij ook echt naar links kijkt. Dat. Super. Jan, iets meer optillen, anders werk je terug. Mooi. Heel erg bedankt voor de les, ook samen met Blondie. Nou, ik vond het weer heel erg leuk, dus geen dank. Leuk dat je er was. Ja, heel erg. Ja. En dan zie ik jou denk ik 10 december weer. 10 december? Ja. Helemaal leuk. Gezellig. Zien we elkaar dan? Dan ben ik een hele dag er. Top. Goedemorgen, lieve Soebra. Sorry. Ik heb vandaag Duits gehad. Een Duits proefwerk. Nou, het is vandaag dinsdag. Of woensdag? Nee, dinsdag. Hierheen gegaan. Om 4 uur waren we hier. En toen kon ik pas om 6:30 op woord. Nou, echt. Wat de... stro. Dus toen zei ik, mama, ik heb het erop geschreven. We gaan nu naar Ivy toe. En dan rij ik Ivy en dan gaan we weer terug. Maar Ivy gereden. Het ging best wel erg goed. We hebben de techniek van Astrid toegepast. Nee. En dat ging best goed. Dus ik ga Blondie logeren. Dus ik ga even de spullen aandoen. Wat zo? Goedemorgen! Het is donderdag en ik ben met de boer on tour. Samen met Blondie naar Horses & Hens, waar Blondie vandaag op de aquatrainer mag. Gisteren heeft ze getraind gewoon. Dus vandaag met een aquatrainer. En dan... kijk hoor, volgens mij moet ze Ivy vandaag logeren. Ja, denk het wel. En dan is het alweer vrijdag en dan komt Daan bijna terug. Dus dat is wel heel fijn. Maar voor nu gaan we even naar de aquatrainer. Klaar met het aquatrainer. Wat doe je, schat? Kom. En nu gaan we op de trailer. Gaan we naar huis, tenminste naar Poldijk. En dan hebben we dit weer gehad voor deze week. Volgende week gaan we weer. Normaal doe ik om de 2 weken, maar ze heeft een vrij drukke week, Tess. Ik denk nou, een keertje extra aquatrainen is dan ook wel fijn. Komt u maar, juffrouw. Ja, ga maar. Hop, hop. Oh, ik moet mee. Ook goed, gaan we mee. Kom maar. Hutse vrouwtje. Normaal loopt ze zelf. Oh. Ja, dat is dan weer onhandig, maar nu sta ik hier ook. Zo. Dat verzinnen we allemaal weer, hè? Kijk, daar heb ik dan een pesthekel aan. Heeft Tess de trailer schoongemaakt en ligt er gewoon nog poep in. Nou ja, vanmorgen ook geen tijd om het eruit te halen. Dus dat gaan we zo doen. Bolletje ervoor. Haakje erin. Als ik kan het los trillen, dat wil je natuurlijk ook niet. En dan doen we het deurtje weer dicht. En dan gaan we weer terug te houden. Sta je goed, pony? De trailer weer schoonmaken. Helemaal voor een beurt, jongens. Dus dat is heel fijn. Maar ik maak dat ding natuurlijk onbehaafklap schoon. En toch, als je ziet hoe vies dat elke keer wordt. Bizar. Ik zou een zelfreinigende trailer wel willen. De trailer die had een plat, vrij zachte band. En... ja, Tess is een echt paardenmeisje. Want die ontkoppelt dus de trailer gewoon in de uppie. Wacht, alleen? Je moet alleen nog eventjes het slot erop. Nou, wacht even dan niet. En waarom staat de trailer hier? Ik heb de banden opgepompt, want wel een lege band. Deze zien er goed uit. Maar deze kant was nog wel zacht. Deze. Die lijkt nu wel weer stevig. En die ook. Dus ik hoop dat het probleem opgelost is. Nou, ik dus ga nog eventjes een schot erop zetten. Moet je aan deze? Andersom. Oh, toch, ik had hem toch wel goed. Moet ik nou nog wegrijden? Of? Mag, doe maar niet. Mag dat? Nee, je bent te jong. En je hebt geen rijbewijs.